mogen staan? Ja, heel veel deugd. Ik stond woensdag in Maldegem ook nog op podium, maar dat is een C2 natuurlijk. En ja, dit is mijn eerste podium op een C1. En, ja, vorig jaar zag het er goed uit voor dit seizoen, maar dat is heel hard tegengevallen. Dus ja, ik ben blij dat het seizoen bijna gedaan is. En zeker dat ik het nu zo met deze cross nog zo goed kan afsluiten. En er komen nog mooie crossen. En, ja, het is te hopen dat ik nog een beetje die lijn kan doortrekken en nog mooi kan afsluiten en goed de zomer in kan gaan. Ja, dat is wel fijn, hè? Op die manier inderdaad kunnen eindigen met een podiumplaats naast die twee toppers. Ja, dat klopt. Het was niet de gemakkelijkste cross, want ik heb eigenlijk heel dat een beetje achter de feiten aangereden. Maar ik kreeg goed door de zand de laatste toer en ik kwam er terug bij, want ik had ook nog een foutje gemaakt. En ik wist als je eerst door de B kreeg dat de snelheid eruit was en dat als je eerst aanzette dat je derde ging worden. En ja, dat deed ik en ja, het viel vandaag allemaal in plooi. Goed, je hebt dat wisselvallig seizoen gereden, maar je weet waarom, hè? Door die schimmel was dat. Ja, dat klopt. Ik heb heel veel gesukkeld met gezondheidsproblemen. En de dokter zei ook dat 6 maanden nodig had eer dat dat volledig genezen is. Dus het was een heel vervelend seizoen, want ik kon niet constant presteren. En de ene week was het goed en dan dacht je dat je vertrokken was. Maar de andere week was het gewoon super slecht en zat je gewoon terug in jezelfde put waar je uit kwam. Dus ja, mentaal was het echt een heel moeilijk seizoen en ik heb er ook wel dingen uit geleerd. Maar ja, het was niet gemakkelijk. Dankjewel, Laura Verdonschot. Het podium bij de vrouwen, dus Sanne Kant, 2 Maud Kapteins en 3 Laura Verdonschot. Maar die overwinning vandaag...